En dus even zat u onderdak verleend. Ja. Zomaar. Ja. Hij bood me een schuilplaats aan in zijn vakantiehuisje in België. En u ging mee? Met een man die u niet kende? Ja, wat had ik te verliezen? Nou, ik denk dat u zelf ook al kan begrijpen wat er had kunnen gebeuren. Waarom verbrak u alle contacten? Ik moest nadenken. Uw kinderen moeten zich ook hebben afgevraagd waar u bleef. Was één telefoontje naar ze vermoeite geweest? Ik was in paniek, ik durfde niet. Ik was bang, meneer Hendricks, oké? Okay? Nou, is het allemaal anders aardig, uw bankrekening leeg. En zocht ook nog contact met uw zus, Frederik Schenk. Iemand waar u al jaren geen contact mee heeft gehad. Wat is er gebeurd tussen jullie? Het gaatje ging onderaan. Maar ondanks jullie contactbreuk ontving u nog wel maandelijks een bedrag geld van haar. Luister, ik zit hier om te praten over Lars van Lieshout, oké? Okay? Je begint aardig af te dwalen, vind je ook niet? Ja, u heeft gelijk. Laat verder gaan over uw avontuurtje in België. Hoi. Hoi. Zo, ik heb even wat boodschappen voor je gedaan. Kun jij voorlopig vooruit? En ik heb ook kleding voor je meegenomen. Dat is lief van je. Ik ben even bij een vriendin langs geweest. En, kijk eens, een telefoon voor jou. Ja, hallo, u spreekt hier met Valerie Vink. Ik wou graag praten met die mevrouw die op de avond van de moordaanslag op Gerard de Boer in het huis was van, de, ja, van Gerard dus. Ja. Ja, ik wacht. Hoe was het met verkeer? Druk? Nee, het was goed te doen. Oh, dat is wel fijn. En school? Ja, gaat ook goed, hè? Goed nieuws, goed nieuws. Mm-hmm. Ik heb ook goed nieuws. Ik mag thuis verder revalideren. Nee, echt? Ja. Ja, eindelijk, papa. Oh, schat, dat is fantastisch. Ja? Wanneer mag je gaan? Nou, ze moeten wel testen afwachten, maar als dat allemaal goed is, dan mag ik morgen naar huis. Morgen al? Ja, de buikwond geneest goed, zeggen ze. En ja, ik zeg, gaan. Ben je blij? Ja, te. Ja, zo zie je, jongen. Onkruid vergaat niet. Maar eerlijk, ik heb gewoon geluk dat er geen vitale delen zijn geraakt. Dus ja, het mag thuis verder. Ja, echt hè. Je hebt echt een engeltje op je schouder gehad, lieverd. Ja, dat zeker. Maar als ik eenmaal thuis ben, sta ik te popelen om weer aan het werk te kunnen. Morgen naar huis, eventjes uitpakken en dan overmorgen weer aan het werk. Gaan we nu ook weer samen voetballen en gamen, pap? Ja, maar lieverd, jij mag nog helemaal niet aan het werk. Jij moet eerst revalideren. Ah. Pap. Een paar uurtjes kan toch helemaal geen kwaad? Ik bedoel, met mijn hersens niks mis, hè? Ik kan niet naar de zaak. Maar thuis wat werken, dat moet helemaal geen probleem zijn. En ja, ik heb wel zin om jou een potje in te maken met gamen. Yes! Maar dat voetballen, dat zit er voorlopig nog even niet in. Ha, nee, dat denk ik ook niet. Focus je nou eerst eens even op je herstel, alsjeblieft. Ja. Jacques, ik wil gewoon wat te doen hebben, oké? Okay? Voordat ik neergeschoten werd, was ik druk bezig met een zaak. Die wil ik af gaan maken. Ja, maar laat dat nou los. Laat je collega's dat oppakken. Ik bedoel... Nee, dat kan niet. Dat kan gewoon echt niet. Luister, einde discussie. Ik ga langzaam bij beetje mijn zaken weer oppakken. Trouwens, het is ook gewoon een hele goede afleiding voor me. Ja, toch? Ik krijg het toch niet uit je hoofd gepraat, hè? Nee. Beloof me dan alsjeblieft dat je wel op tijd aan de bel trekt. Het is niks wat we allemaal hebben meegemaakt, hè? Oké, dat geloof ik. Ja, met zus de Jager. Dag mevrouw Suus. U spreekt hier met Valerie Vink uit Helmond. Ik heb net een ontvinding gedaan bij het huis van de moord. Welk huis en welke moord bedoelt u, mevrouw Vink? Oh, zeg maar vallen hoor. Maar ja... ik heb een stresssteentje gevonden van de jurk van Deborah. En zo'n glimmend steentje is van haar jurk. En zij is de vrouw van de man die is vermoord, van Gerard. En u bent
als het goed is, die avond bij hun in huis geweest, aan de kolendreef. Weet u dan nog? En wat wilt u dat ik met het steentje van de jurk doe? Kunt u misschien aan het steentje zien waar Deborah is? Nee, mevrouw Vink, we kunnen niet aan een steentje zien waar iemand is. Ik ben nu op onderzoek gegaan, want ja, ik heb vroeger ook altijd Charlie's Angels gespeeld. En nu dacht ik dus... Meerdere getuigen hebben verklaard dat mevrouw de Boer niet aanwezig was op die bewuste avond. Maar, oh ja, dat klopt. Nee, sorry dat ik u lastig heb opgevallen, mevrouw Suus. Ik moet nu gaan. Mevrouw Vink? Het klopt wat we verteld hebben, dat er iemand was gekomen binnengedrongen om de rekening te betalen met Gerard. Dus, dat is toevallig. Ik zie Deborah al, hoor. Dus, hoi Deborah. Dag, mevrouw Suus. Mevrouw Vink? Robert? Ik denk dat we een andere richting op moeten met zaak 29-4 De Boer. Waar zijn we nou weer? Ha, zus. Ja, ik sta aan de straat. Maar wat doen we hier? Ik zie alleen maar auto's. Nu we toch geld hebben, kan je eindelijk je eigen auto gaan kopen, Bas? Hoezo? We kunnen toch gewoon in die van Ma rijden? Wil je echt in de auto van dat moordwijf blijven rijden? Als ze nou eens wisten waar ze was. Ah, ik snap het al. Dan pik jij Ma's auto in zeker. Oh, wat heb ik toch een slim broertje. Nou, schiet op naar binnen en hou me aan de lijn, hè? Nee, dat komt helemaal goed. Ja, gaan we voor regelen. Okay. Fijne dag. Doeg. Ha, jongeman, waarmee kan ik je helpen? Goedendag. Ik ben gestuurd door mijn zus. Ze wil een leuk autootje voor me uitzoeken. Oh, dan ben je hier aan het juiste adres. Loop even met me mee, dan haal ik er even iemand bij om jou verder te helpen. Top. Ja, okay. Ja, kijk. Klein postuurtje, leren bekleding, 5 versnellingen, weinig op de teller. Het is een Abarth, snelle autootje. Lijkt een prima autootje voor je zo. Ja. Maar het heeft alleen geen open dakkie. En, hey, ik ben op de radio. Oh, zing je ook dan? Ik speel piano. Ik ben de zuster van Wiebi. Lars, heb je even tijd? Ja, sorry, ik moet eventjes. Ja. Kijk even rond. Ja, hè? Is goed. Je bent die jongen wiens zus ik aan de telefoon heb gehad. Bart? Bas. Bas, hi. Vertel eens, wat zoekt u? Ik zoek een leuk autootje van ongeveer 5.000 euro. 15.000? Ja, 15.000 euro dus. Zo, loterij gewonnen? Zoiets, ja. Kom maar even mee, dan gaan we even kijken. Wauw, kijk die kleding dan. Holy shit. Dit is hem. Absoluut. Ja, een klassieker. Als je wil, mag ik wel een proefritje maken. Ja, Bas, doen. Graag. Ja. Kom, mag ik je duwen? Ja, tuurlijk, jongen. Op naar huis, schat. Kom. Home sweet home. Hey, rij maar lekker snel, jongen. Ik heb trek in een bak echte koffie. Jullie naar de kant. Hier komt Barry Verstappen. Ho. Mam, kun je even op het knopje duwen? Ja, hier. Stelletje mafketels. Naar u, meneer. Yes. Kom. Finally. Oh. Nou, deze wordt het. Dat dacht ik al. Ik ga een fijne auto hebben. Vera zorgt dat papierwerk in orde is. Zorg dat je het eind van de middag klaar staat. Top, bedankt. Ja. Oké. Okay. Nou, hier heb je de factuur. En ik begreep dat je contant betaalde. Ja. Ja? Geen probleem. Wanneer staat hij klaar? Vanavond kun je hem ophalen. Top, ja? Bedankt. Okay. Tot vanavond. Tot vanavond. Lars? Kom eens, ik heb misschien iets interessants.
De jonge man die heeft zojuist contant betaald en ik ben de gegevens gaan controleren. Moet je eens kijken naar het adres. Komt bekend voor, hè? Waarom doe jij dit allemaal? Ja. Ja, het raakt mij gewoon. Als ik een vrouw zoals jij in nood zie, dan kan ik gewoon niet tegen. Je kent me helemaal niet. Ja, dat klopt. Maar dat is toch helemaal niet zo erg? Kijk, als jij nou gewoon hier in alle rust eens even de tijd voor jezelf neemt, ja? En geen overhaaste beslissingen gaat nemen. Als je nu terug gaat naar die vent van je, begint al die ellende weer van vooraf aan. Dat wil je niet. Die bloes, dat kan toch eigenlijk niet, hè? Die broek. Ja. Ik heb hem. Oh, wat gaaf. Hoe voelt hij? Ja, kei gaaf. Hoe was het bij het Aapjes in Arnhem? Alsof ik naar mijn eigen familie zat te kijken, Bas. Maar ik moet nu vertrekken van mijn rijles. Maar kom zo snel mogelijk richting huis, oké? Dan gaan we ons feestje plannen. Voor volgende week. Nou, het zal ook in. Ik maak even een appgroep. Tot zo. Kijk voorzichtig. Ja, mam. Oké. Ik wil dat jij de kinderen gaat volgen. Ik wil precies weten wat ze gaan doen. Waar ze naartoe gaan. Hoe laat. Alles. Ik weet niet wat jij van plan bent, maar je kan die kinderen hier moeilijk bij betrekken. Die hebben het al moeilijk genoeg. Neem ze moeilijk, ja. Doe gewoon wat ik zeg. Oké. Ik ga ondertussen polshoogte nemen bij Huizen de Boer. Nou, kom maar op met die drank. Ja, ma had alleen niks groters. Maar is niet erg, joh. Het gaat ook niet om de grootte, hè. Maar wat je ermee doet. Hey jongens, zijn jullie een beetje bekend hier? Maar een beetje. Zoek het huis van familie de Boer. Oh, dat is toevallig. Wij ook. Een stukje rechtdoor en dan aan de rechterkant. Ja, dankjewel. Fijne avond. U ook. Oké, dat was ook vreemd. Dat was bijzonder. Ja, dat is een uniek. Het zal wel. Goed. Maar? Ja, je over het koelen. Ja. Ja, precies. Ja, wat was je aan het doen, man? Ja, sorry, foutje. Ik kan niet. Ja, heb het gewoon af en toe niet. Ja, ja het is af en toe. En toe. Het begint een patroon te worden. Ik denk dat ik het juiste clubje heb wat voor mij een klusje kan klaren. Vertel, wat kunnen we voor u doen? Ik heb de sleutel nodig van Huizen de Boer. Ja, waarvoor? Gaat je niks aan. Doe normaal, gast. Ik kan jou geen sleutel geven. Je moet jezelf maar een Bas vragen. Een beetje gevoelig. Hij kent me te goed. Nou, dat is pech hebben dan, hè, ouwe. Goedenavond. Ik denk dat jullie me niet helemaal goed begrijpen. Ik heb die sleutel nodig. Jullie willen toch geen problemen met me, hè? En wat ga jij tegen ons beginnen, opa? Ga toch weg. Oké! En nou op z'n flik. Yo, gast! What the fuck? Doe normaal, man! Yo, relax. Ik heb zo'n vaag vermoeden dat jullie me niet helemaal begrijpen. Wat moet je van ons? Wat moet je van Bas? Sleutel! We hebben geen sleutel! Dan gaan jullie maar voor me regelen. Bas gaat ons nooit zomaar een sleutel geven. Doe normaal, gast. We willen alleen maar even met Bas praten over het feestje van morgen. Feestje? Mooi. En na dat feestje krijg ik van jullie wat ik hebben wil. Wat heeft Bas jou misdaan? We blijven dan slapen. Bas gaat dat sowieso merken. Dan zorg er maar voor dat meneer Pretty Boy hier zich niet lekker voelt en niet blijft slapen. Wat is echt, Nico? Ik breng hem wel. Hebben wij een afspraak? Laat het even los. Ik regel het. Ik zorg voor de sleutel. Maar nou weg met dat pistool, joh, idioot. En geen woord hierover tegen iemand. Anders kun je mooi je vriendje opvegen. Nee, het is wel goed. Laat Kevin los. Dan kun je mooi hier afgeven. En geen woord hierover tegen iemand. Anders weet ik jullie te vinden.
Maar kan ik er nou mee bellen dan? Ja, hij doet het gewoon. Zeker. De pincode is trouwens 4x0. Oké. Okay. Ja. Ik wil eigenlijk even iemand laten weten dat ik veilig ben. Ja, nee, snap ik ook. Tuurlijk. Oh, ja. Ik ga wel even de boodschap opruimen. Goed? Weet je zeker dat het gaat? Ja. Zullen we anders gewoon naar huis toe gaan? Nee, dit is belangrijk voor Bas, jongens. Kom maar. Nou, en wat doen we met die sleutel? Dat kunnen we echt niet zomaar doen. God weet wat die vent met die sleutel doet. Ja, ik denk niet dat we echt een keuze hebben, hè? Anders was sowieso de lul. Oh, wat een klotezooi dit! Jongens, even rustig ademhalen en doen alsof er niks gebeurd is. Ja, Bas mag echt niks merken, hè? Geef mij eerst maar eens een slok. Ja, mij ook. Ik sla vandaag een keer over, jongens. Is het nog ver? Grote smurf? Ja, nog heel ver, mafketel. Kijk je wel uit, overmorgen? God weet waar die vent toe in staat is. Met Jacqueline. Jacques, met mij. Deb, oh wat ben ik blij om je te horen. Waar ben je? Ik wil je alleen maar even laten weten dat ik veilig ben. Iedereen is naar je op zoek. Inclusief de politie. Wat? Ja, ze denken dat jij op de avond van de moord toch in het huis aanwezig was. Hoe kunnen ze dat nou ineens weten dan? Shit. En nu? Ja, weet ik veel. Jacques, ik heb tijd nodig. Ik moet wat dingen op een rijtje zetten. Ja, als de politie me zoekt, dan kan ik sowieso niet terug naar huis. Sorry. Ik vergeet je helemaal te vragen hoe het met Barry gaat. Ja, dat komt wel goed. Die redt zich wel. En Kim en Bas? Wil je alsjeblieft tegen ze zeggen dat ik ze mis? Dat ik heel veel van ze hou? Tuurlijk doe ik dat. Oh, en Deb? De kinderen zijn erachter gekomen dat je elke maand geld krijgt op je rekening van Frida. En ze hebben daarover contact met haar opgezocht. Wat? Oh mijn god, wat een puinhoop. Wat moet ik tegen ze zeggen? Weet ik veel, verzin maar wat. Weet je, anders zeg maar gewoon dat ik haar vroeger een geldbedrag geleend heb en dat het een maandelijkse terugbetaling is of zo. Stuur alsjeblieft je adres via de app naar me toe. Je weet nooit waar het goed voor is, oké? Alleen maar als jij belooft het met niemand te delen. Je weet dat je me kunt vertrouwen. Doe je voorzichtig? Ja. Hey, gun me alsjeblieft wat tijd, oké? Hey, tot snel. Tot snel. Een vers kopje thee. Jezus, oehoe. Val, ik schrik me helemaal kapot. Oh. Kijk, ja, Manikuske. Ik heb een smakelijk kopje thee gezet. Sorry, ik ben niet zo in de theestemming vandaag. Ben je nog aan het napiekeren over Gerard? Ja, is dat zo gek? Ik mis hem, Val. Ik mis hem echt. Ik weet dat het een klootzak was, maar hij stond altijd voor me klaar als ik hem nodig had. En andersom? Ik zit met zoveel vragen. Ja. Dat kan ik nou niet begrijpen, want hij heeft wel het leven van Deborah verwoestigd, hè? Wat wil je dan nog aan hem vragen? Nou, jij begrijpt wel mee niet. Sorry. Ik moet met Deborah praten. Zij heeft antwoorden. Tja, dat wordt moeilijk, hè? Ze is zoekloos verdwenen. Ja. Oh, wacht. Ik heb een idee. Laatst op televisie gezien. Deze kunnen we wel gebruiken. Kijk, hè? We gaan geesten oproepen. Jij spoort echt niet, hè? Ja. We gaan geesten oproepen, dan kan jij je vragen stellen aan Gerard. Tuurlijk. En dat doen we allemaal met een monopoliebord en plastic bekertjes of zo? Ja, nou het werkt echt. Ik heb het in een blad gelezen. Herman, geloof me nou maar. Oh, kijk. Hé, en iets persoonlijks erbij.
van Deborah, van de jurk. Hoe kom jij daar nou mee aan? Dit is om alles te versterken. Ja, hey. Sherlock Hommelus. Maar goed, daar gaat het niet over. Het is hartstikke goed met Lara. Ja, goed, fantastisch. Hey, ik had even een vraagje. Is het misschien niet handig als ik ook de sleutel heb hier van het huis? Ja, dat is een goed idee, Kevin. Ik bedoel, jullie zitten toch met z'n tweeën hier alleen in dit huis. En stel je voor dat je sleutel vergeet, dan kun je er niet meer in. Dat is misschien niet zo'n gek idee. Ik heb ook zoveel de laatste tijd in mijn hoofd. Ja, en dan is er altijd iemand met een reservesleutel in de buurt van het poolcentrum. Dat zou ik toch zonder jullie moeten, jongens. Hier, wacht. Hou eens vast. Kijk. Kom maar. Nice. Top, dankjewel. Moet ik alleen niet vergeten zo meteen de reservesleutel boven te pakken. Zeg, jongens, bedankt voor die honingrum. Het gaat echt het feestje redden morgen. Ja, sorry. Ja, hou eens vast. Ja, ma had geen volle flessen meer, maar ik denk dat dit wel voldoende is. Klasse, man. Oké, jongens, we moeten wel oppassen. Jacqueline mag dit niet weten, anders mag Thomas niet komen. Wij zwijgen over alles, toch jongens? Maar dan iets heel anders, want we hadden het net al over Laura. Laura kan helaas morgenavond niet komen op het feest. Kan ik haar nog niet ontmoeten? Nee, ja, maar ze komt echt. Ze zei dat ze echt heel graag wilde komen, maar ja, ze had werk en kon niet meer regelen. Maar Ashley komt wel, mijn zusje. Ah, leuk. Dus dat is oké, denk ik. Ja, prima. Misschien wel iets voor Thomas, trouwens. Nee, Thomas heeft al iets met Chantalke. Oh ja. De player. Ja. Lieve geest, kunt u ons vertellen waar Deborah is? Oh, Herman. Oh. Het werkt. Nee, dan hoef je toch niet van te schrikken. Hey, kom, er kan je niks gebeuren. Kom. Ik vond het wel een beetje kei-eng, hoor. Ja, dat snap ik. Er kan je niks gebeuren. Kom. Nou ja, ja. Ja. Ik wil weten waar Deborah thuis hoort. Ja, dat klopt. Nou, dan weten we wat we ons te doen staan. We moeten dus Deborah ophalen bij de dorpstraat. Trrrrk, linea electa, bam, naar de gevangenis. Jij neemt het niet serieuzig. Nee, ik neem het wel serieuzig. Weet je wat jij zou moeten doen? Je zou eens met Jacqueline moeten gaan praten. En als er iemand weet waar Deborah zit, dan is zij het. Echt? Ja. Denk je? Tuurlijk. Dat zijn toch twee handen op één buik. En beste vriendinnen vertellen elkaar toch alles? En als jij nou weet waar Deborah zit, dan kunnen we haar helpen. Ah, ja. Dan kunnen we haar helpen. Ja. 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 Nou, proost. Proost. Lekker. Als jij nou eens naar Jacqueline gaat. Ja? App er even. Mm-hmm. En dan maak je een afspraak en dan ga je heel voorzichtig vragen of zij weet waar de Deborah zit.